Dit is de futuristische kantoorplek The End of Sitting. Een bijzonder landschap ontworpen om ons te motiveren om veel meer te doen dan alleen maar zitten. En ja, als je hier dan rondloopt, midden in de hal van het VU-hoofdgebouw, dan kom je hem uiteindelijk vanzelf tegen. Hoogleraar klinische neuropsychologie, Erik Scherder. Erik. Hi, Sylvana. Kun jij fijn werken hier aan deze plek? Ja, fantastisch, heerlijk. Want je hebt echt activiteit. Je moet echt wel flink staan. Het is meer dan gewoon staan. Als je hier gaat staan en je hebt hier je laptop. Dus je bent steeds actief bezig. Dit is natuurlijk ook top. Dit is een beetje gewoon staan. Weet je wat? Ik ga eens een beetje klimmen. Hier moet je eigenlijk voortdurend op je dijbeenspieren. Hier je boek neerleggen. Kortom, het is een apparaat wat tot allerlei actie leidt. Het is bijna een speeltuin voor grote mensen, maar natuurlijk bedoeld om ons actief te laten werken. Zeker. En dat gaat ook lukken met dit prachtige apparaat, want het biedt heel veel mogelijkheden om actief te zijn. Nou wordt zitten wel het nieuwe roken genoemd, hè? Ja. Helpt het om de mensen op die manier een beetje bang te maken voor het fenomeen zitten? Dat is altijd een hele lastige vraag, hè? Want we weten van het roken ook wel hoe succesvol de campagne was, ja of nee. Ik denk aan de ene kant dat het goed is om te laten zien hoe slecht zitten is voor je. Aan de andere kant is het ook fijn om de positiviteit van het bewegen en hoe je daar fijn bij voelt en wat je ook kunt bereiken. Bijvoorbeeld voor je hersenfuncties, dat is natuurlijk een van onze grote wensen om dat te tonen. Dat je hoopt dat die beloning mensen overhaalt om meer te gaan bewegen. Wat mij fascineert is dat je zou denken dat bewegen iets heel natuurlijks is voor ons mensen. Ja. Waarom moeten wij dan toch leren bewegen leuk te vinden? Ja, ik denk vanuit de evolutie gezien dat we, als we wat gejaagd hadden, dat we dan gingen rusten. Omdat je niet weet of je de volgende dag weer iets te eten hebt. Dus op een of andere manier zijn we toch wat luier aan het zijn. En dat vinden we prettig, de comfort. En waar we naartoe moeten is dat je merkt dat bewegen juist ook leidt tot een fit gevoel en dat fitte gevoel ook belonend is, waardoor je denkt, ik wil dit gewoon vasthouden. Niet alleen dat je wat gewicht kwijtraakt, maar ook dat je je gewoon fit voelt en ook dat je je cognitief fit voelt.